Ik heb gekozen voor AD Online Content Creator, omdat ik niet weer 4 jaar wilde studeren. Het supergoed aansloot bij na je mbo-opleiding, zeg maar. Dus je wordt klaargestoomd in 2 jaar en je kan daarna aan de slag. Dus dat beviel me wel. Mijn idee was, ja, ik was eigenlijk met mijn oma aan het praten en mijn oma zei, ja, ik ben toch zelf ook jong geweest. En toen dacht ik, dat is ook zo. En de avonturen die je oma vroeger heeft beleefd, die bleven wij natuurlijk ook. En je oma wil er alles van weten. Dus een goede reden om je oma een kaartje te sturen als je bijvoorbeeld naar de dierentuin bent geweest of naar een pretpark of lekker drankje wees drinken. Ik ging stage lopen bij een filmbedrijf in Utrecht. Eigenlijk was ik zo blij met het bedrijf en het bedrijf ook met mij, dat ja, ik daar eigenlijk een baan heb aangeboden gekregen. Ik merk dat sinds ik de opleiding ben gaan doen, dat er ook echt vraag is naar content creëren voor bedrijven. Dus ik denk dat dat een goede stap is geweest. Oma Post is een bedrijf. We hebben een app en een website waarmee ik kaartjes kan sturen. Ben ik zelf begonnen voor mijn oma, omdat ik haar meer kaartjes wilde sturen. Maar dat doen we eigenlijk voor steeds meer mensen en met steeds meer mensen. En uiteraard niet alleen naar opa's en oma's. En daarom vond ik het ook heel leuk om met deze opleiding aan de slag te gaan. Dat het niet een soort van theoretisch stuk is, maar dat eigenlijk we een plan kunnen pakken. En dat we er morgen al mee aan de slag kunnen. En ja, dat is er ook wel uitgekomen, dus dat is mooi. Klasina zat vorig jaar ook in een groep die zich met Oma Post heeft bezighouden. En wat ik wel leuk vond aan is dat het blijkbaar niet vergeten is. Maar dat ze ook dit jaar nog weer aan de slag is gegaan bij de plek waar ze stage loopt. Om te kijken op welke manier ze Oma Post daar kan doorgeven. Ja, want als Oma Post werken we graag samen met bedrijven. Maar wij kennen zeker niet alle bedrijven. En wanneer je iemand kent bij een bedrijf die al een beetje weet hoe de hazen lopen en zo, dan is het veel makkelijker. Als je erbij blijft op zo'n manier, dan zorg je er gewoon voor dat het voor de lange termijn is. En dat is super mooi. Nou, wat ik zo leuk vind aan deze opleiding is dat er heel erg naar jou als persoon wordt gekeken. Dus wat zijn jouw talenten, waar wil je in groeien? Je krijgt het hele pakket, dus je leert van alles wat, maar wel heel specifiek online content. Dus je wordt breed opgeleid, maar wel met een bepaald doel. Dus dat vond ik wel super aan deze opleiding.